Vandaag geef ik een training op een wel heel bijzondere plek. De wondere wereld van de Efteling. En wie ga ik hier trainen? Hem niet, haar niet en hem ook niet. Ik train hier vandaag de jongens en de meisjes van de beveiliging, zodat ook hier de vibe of the tribe gaat ontstaan. Sisterhood, brotherhood, we gaan het doen. Let's go! Dit is misschien het moment waarvan ze later zeggen, geweldig dat je het toen anders bent gaan doen. Of is dit het moment waarop ze later zullen vragen, waarom ben je het niet anders gaan doen toen het nog kon? Voorbeeldgedrag, integriteit en passie. VIP-gedrag. Niks werkt top-down, behalve voorbeeldgedrag. Ja, ik vond het een bijzondere presentatie. Ja, veel interessante onderwerpen zijn voorbij gekomen. Ik denk wel dat we nieuwe inzichten hebben gekregen daardoor. Ja, ik verwacht wel dat we nu door deze presentatie iets nader tot elkaar kunnen komen. En dat we ook iets meer wat opener naar elkaar toe kunnen spreken. Trainingen zoals deze die zijn er ook niet echt geweest. De andere trainingen die zijn echt heel erg gericht geweest op het werk wat we doen. Dit is natuurlijk iets meer het intermenselijke. Het wordt zeker wel gewaardeerd en ik denk dat we het ook wel nodig hebben. Zoals een andere collega al eerder zei, het is al heel lang niet gebeurd, zo'n investering. Dus ik denk dat het wel goed is voor het team. Ik vond het een leuk en verfrissend verhaal. Leuk voor onze groep. Hebben we ook echt nodig, dit soort verhalen, door een lijndraad door onze groep. Om onze groep te versterken, ons team te versterken. Wat ik ook het leuke ervan vond, is dat het interactie. Wat vind je hiervan? Hoe gaan we hiermee om? Dus proberen het publiek erbij te betrekken. Dat vind ik leuk, waardoor het wat luchtiger maakt. En ik denk dat het belangrijkste is dat we nu gaan denken met het verhaal wat Robert verteld heeft. Dat we daarmee verder gaan. Het is een voedingsbodem voor een nieuwe innovatie voor ons team. En ik zie hem graag terugkomen, moet ik eerlijk bekennen. Dus bij deze, ik vond het leuk.